Het haar van je baby krult. Het is kapot lang. Het krult. Het krult. Krult. Oh. Het krult. Ik zie het krult. Nou, dus hij krult niet. Ik ben heel blij voor jou. Het is oké. Maar het krult gewoon. Ja, het hele haar is natuurlijk zo stijl. Als echt een gletsjer waterval. Het krult gewoon. Oké, we zijn helemaal onder de indruk. We zijn helemaal onder de indruk. Nou, ik heb deze wel echt even beter mijn best op gedaan. Grappig. Zie de beweging. Oké. Zie de kleur. You did good there. Ja, dat was net op tijd. Mijn vlucht is vertraagd. Dit is wat het is. Dit is ook geen straf. Maar als je als een hele volle 2 dagen bij een baby bent geweest, denk je echt, ik wil mijn eigen wel gaan staan weer. Zo is het ook. En natuurlijk ook die grote baby. Oh, ik heb voor Frankie een pen, een potlood gekocht. Met een Londense bus aan de achterkant. Misschien vindt hij het mega leem. We gaan het testen. We gaan testen hoe blij hij kan zijn met de kleine dingen in het leven. Zo, hey, hallo. Hallo, Novijet. Novijet Stuart. Hallo. Jij daar met je voet in mijn blaas. Schatje, Novi. Hallo, kind. Hallo, baby. Wat kan gebeuren in 48 uur? Novijet, ik heb je gemist. Ik hou van je. Heel erg bang dat hij het niet begreep. Ja, nee, je bent niet bang. Nee, is heerlijk. Je bent moe, je bent een beetje... Dat is het zo van... Ik ben niet moe. Ik ben gewoon onrustig, emotioneel kapot. Na zo'n dagje kinderverblijf. En ik zie gewoon... Je haar is net als een liaan. Ik ben een aapje in de jungle. Je gaat naar bed. Ja. Hou van jou. Alrighty. Ja, het is tijd. Ik denk het wel. Oh, lieve vriend. Heb je hem gemist? Ja hoor. Ja hoor. Hoe was het zonder mama? Lekker met de boys de hele tijd? Ja, ik had eigenlijk heel veel in de weekend gedaan. Wat dan? Beter kijkertje zo. Geloof ik. Ja, oké. Maar ik niet. Dus oké. Dan weten zij het voor de... Misschien voor de tweede keer, ik weet niet of jullie het weten. Sorry als het dubbel aanvoelt, maar het komt nu, het verhaal. Zaterdag ging je slapen bij... Zaterdag ging ik bij Lennox slapen en toen ging ik ook nog naar de kermis. Cool. Toen ben je nog iets hoger gegaan? Ja. Wat voor dingen dan? Je weet toch wel die kermis bij ons dorp waar we altijd naartoe gingen? Ja, zijn we wel eens geweest, ja. In die gele, die gele. Dan ga je de hele tijd draaien. En dan moet je juist ga je gewoon begin gewoon zo. En dan, maar dan moet je echt een bocht doen. En als je naar beneden kijkt, dan denk je echt. Wow. Oh, dus het is een soort alsof je bijna door de bocht vliegt. Is het dat karretje? Ja. Oh, ik weet al welke het is. Dan moet je met z'n tweeën naast elkaar zitten. Toch? Nee, je mag met z'n viertjes. Oh ja, voor kinderen. Omdat kinderen zijn nu klein. Oké, toen sliep je bij Len. Toen werd je de volgende dag wakker. En toen had je met Ellie een hele leuke dag. Daar heb ik ook filmpjes van gezien. Maar hoe heet het? Weet ik niet, bij een of andere leuke speelparadijs. Je ging aan een ding en dan kon je zo... Helemaal, dan trek je het ding gewoon helemaal op. En zolang je het wilt blijven, dan kan je zo lang gewoon houden vast. En dan kan je ook laten losvallen. En ik had ook zo'n bril op en een VR. En dat wil ik ook graag zo. Heel cool uit. Ja, 4 jaar is echt... Dan kan je gewoon letterlijk gewoon door de muur heen. Ja, hè? Dat is met VR. Ik zou het niet proberen, echt. Want dan voel je wel dat die bril even heel gek zo in je schedeltje wordt gedrukt. Als je heel hard tegen een muur aan loopt. Ja, maar in die VR-wereld kun je allemaal dingen. En ook zei papa dat hij ook een keertje VR had. En toen zat hij gewoon op een gebouw en toen ging hij vanaf. En toen ging ze hard en dan... Ik heb het gezien. Je vader deed zo... Hij deed alsof hij ergens van af ging, maar hij stond gewoon plat op de grond en ik ging helemaal stuk. En hij zei, oh. En toen zei ik echt, Tresje, het is nep.
Zei hij, nee, maar oké, ging hij helemaal zo rechtop staan. Want hij dacht wel zo, staat hier een gozer van bijna 2 meter. Helemaal zo. Maar papa vond het spannend. Oké, ik heb... dingetjes voor mij Engeland. Wat zeg je dan? Heb je ook dingetjes in Engeland gepakt voor mij? Gepakt? Ja, gekocht. Vind je dat dat moet altijd? Als iemand er nee, niet altijd. Nee. Eigenlijk doet mama dat niet zo vaak, hè? Ja. Souvenirtjes meenemen. Zou wel leuk zijn als ik dat een keertje doe. Maar dat had je al gedaan bij... Bij die zwaard kregen. Portugal, ja. Dat is 2 jaar geleden. Twee jaar? Maar dat is niet eens... Nee. Maar je bent nu ook gewoon niet 6. Nee, dit was gewoon vorige zomer. Toen was ik al 7. Maar toen heb ik het niet als souvenirtje. Toen heb ik het gewoon gekocht. Stiekem in de koffer gedaan. En toen gegeven met je verjaardag. Dus ik heb niet iets... souvenirtjes dat je ergens, ergens naartoe gaat. Okay, en dat je dan iets kleins meeneemt. Okay, maar dat doe ik dus niet zo vaak, toch? Ja, oké. Maar ja, ik wou iets zeggen. Oh, smart. Ga douchen. Binnen. Nou. Wat vind je niet leuk? Ga je van een race? Moeten we de klok zetten? Binnen 5 minuten poetsen, douchen, billen, straat, everything. Niet poetsen. Poetsen niet? Dat gaat er niet onder? Ik heb het niet afgegeten. Je hebt niet afgegeten. Oh, je hebt ook geslapen? Ja. Ja, maar ik wil nog meer avond eten. Dit zeg je alleen maar dat je langer op wil blijven. Ik heb honger niet. Heb je heel erg honger nu? Ja. Ik heb spruitjes en spersiebonen in de dag. Is goed. Als je echt heel erg honger hebt, dan maak ik dikke pap voor je. Maar dan moet je eerst douchen. Eerst douchen binnen 5 minuten? Nee. Binnen 1,5 minuut nu. Want ik heb nu in 1 keer moet ik meer... Nee man, de tijd... In 1,5 minuut? Minuut. Weet je hoeveel seconden het is? 1,5 minuut. Wat is 1,5? Wat? Weet je niet wat 1,5 is? 30. Nee, 1,5 is 1,5. 1,5. Hoeveel seconden is 1,5 minuut? 90 seconden. Heel goed. Je hebt nu nog... Nee, 89. 87. Hey, 87. Je mag nog eens niet beginnen. Oké, nee. Nee, jij begint nu al. Dit is ook nep. Snel. Nee. 83. 82. 81. 80. Ik vind je doet langzaam. Als je gooit, ik vang ook kapot goed. Opeens zijn we bij 79. Nee. Jawel hoor, want het tellen gaat door. Je hoeft het niet te zeggen. Fakkenbroer, inderdaad. Fakkenbroeder. Dus was je body. Gehaald binnen de tijd, maar ook wel weer tijd verloren, wou ik zeggen. Leuke dingen gedaan. Vond je het leuk? Zoeken naar je dingen? Kinderen en hun spullen, hè? Ongelooflijk. Ik zeg, Frank, waar heb je dit liggen? Ik zeg, nou, ga maar even zoeken dan. Zoeken. In 1 keer zeg ik, waar ben jij? Op toilet, poepen. Dit net je vader gewoon midden in een zoektocht. Ik kap even hier met het van, weet niet wat jij doet, maar ik ga even lozen. Ik hoop dat je dit niet kwijtraakt. Hero. Een souvenir uit Londen. Ja, dus waar heb jij, waar had je die hele tijd? In mijn zak. Een echte Engelse bus op een bierkoene. Vind je het leuk? Alsjeblieft. Pak ik ervoor? Ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Omdat je zo goed in rekenen bent en op school je best doet. Dat heb je van je juffrouw gehoord, hè? Ja, en ik zie het ook. Dat je eet. Je bent heel erg bezig met sommen. Frenkie kan rustig naar een kenteken kijken. En dus vaak zie je van die cijfers toch 3 stuks in het midden. Zeg maar 5, 3, 6. En dan zegt hij, gaat hij met zichzelf de som uitrekenen. Hoeveel moet er nog bij omdat ik 1000 krijg? Ik zeg, heb de juf dat geadviseerd om jezelf te trainen op de straat? Zegt hij, nee, doe ik gewoon zelf om alvast warming up voor school. Zegt hij laatst in de avond tegen me. Dus ik vind jou een super slimme jongen. Maar als je dan een sommetje niet helemaal lekker doet, dan ga ik vragen hoe kom je erachter. En dan ben je, dan zie ik dat je een klein beetje vastloopt. En dan en dan denk ik, getallenlijn. Maar is die erg toch? Daarvoor zit je op school om te leren. Niet te leren. Gaat ze weer? Ze komt toch hard, hè? Ik heb je mond dicht houden. Nee. Praat niet eens. Maar zo praat je ook niet tegen je tante, toch? Ja.
kan je die kasten. Kan je, wil je alsjeblieft? Alsjeblieft die kasten rustig ja, houden. Ja. We zitten hier een avondritueel. Kom vechten dan. Het is dat ik geen was meer heb. Kom vechten dan. Hoezo zegt mijn moeder kom vechten dan? Sirius is bang om te vechten. Ze denkt ik ben model, mijn gezicht moet mooi blijven. Maar ik zou... Zo. Nee, dat zou ik nooit doen. Geweld is nooit het antwoord, toch? Dat is waar. Dat is waar. Alright. Nou, dikke kus, laf je door grote deur. Luchtkus, jee. Klopt. Zo doen ze dat in de club. Ik heb iets in mijn oog. Kan jij misschien zien? Nee, ik ga het wel vragen aan Brianna. Kom eens kijken. Er zit iets op mijn vlies dat het een beetje korrelig eruit ziet. Moet je zo hier vanaf hier kijken. Er zit een beetje aan deze kant waar zeg maar een beetje mijn wit en mijn bruin kleur zo samenkomt. Het ziet een beetje korrelig eruit. Zie je het? Nee, je hebt niks. En ik heb veel wel. Je voelt het wel? Ik voel het de hele tijd. Hoezo? Oh ja. Mag ik blazen hier Much better. Ja, nee. Zij, jij zeker niet. Mag ik blazen hier ook? Kom. Ik zeg nee. Mag ik blazen hier ook? Ik zeg nee! Ja, je bent petloos. Ja, man. Je hebt gewoon ook waves. Toen je binnenkwam dacht ik, oh, je hebt een nieuw kapsel. Maar er is helemaal geen nieuw kapsel. Er zit wel iets van waves in. Je hebt wel waves. Ik vind het wel leuk, ja. Wel een beetje. Dankjewel. Je hebt leuk haar. Ik jouw haar ook. Je hebt leuk haar? Ja, het mooi haar. Leuk haar. Mooi leuk haar heb je. Leuk haar. Maar er was wel een vraag voor jou. Is het toilet op kantoor wit gebleven na jouw broodje beenhang? Op kantoor wel. Heb je echt goed? Nou, dat viel niet lekker, nee. In de trein naar huis? Nee, dat doe ik zeker niet. De trein, de wc doet thuis. Nee, dat doe ik nooit. Nee, maar ging je echt even slecht dus? Zo ja, ja, maar ik niet daardoor gewoon. Of gewoon in de reactie? Oh, überhaupt. Gekke stoel gaan. Nou, eet smakelijk. Ja, lekker. Aan het werk. Tikken, tikken, tikken. Ja, even. Dat hoop ik ook. Ik heb de hele. Nee, ik kan niet. Zien jullie waar ik mee aan het werk? Ik zeg, doe mooi, ik ga een shotje maken voor jullie werk. Helemaal, jij wil iets vragen weer? Ja. De hele weekbreker is af. Oh, top. Nou, goed gedaan. Dank jij mag naar huis. Tot snel. De groeten. Zo. Het was een dagje wel weer. We zijn lekker bezig. Ik moet zeggen, ik word enthousiast. Wachten jij, Brianna? Wachten. ja, het is druk, maar ik vind het leuk. Veel leuke dingen doen. Met video's. Weet je, we hebben net de weekbreker gehad. Zo druk. Hou jullie even vast, cameraatje. Je hebt al genoeg te voortduren met die bochten en butsen. Weekbreker is vanaf morgen klaar. Dan is de laatste online. We hebben natuurlijk leuke afleveringen met de verhuisserie. Dus dat loopt lekker door. Maar we kijken over naar nieuwe dingen. Ik vind het leuk. We zitten in een goede flow. We hebben een lekker team. Iedereen is goed ingespeeld op elkaar. Brianna komt er zelfs een paar dagen helpen. Want Sanna die heeft veel te doen. Wat ze leuk vindt. Maar het is lekker om een kleine verdelings te maken daar. Ik moet een zonnebril op, want die ogen van mij... Wow, ik had hem net ergens. Waar is hij? Hier. Ik heb de hele dag al iets in mijn ogen. En dan bedoel ik niet een dingetje wat je eruit kan trekken van een vest. Er zit iets op mijn oog. Ik zie het. Het lijkt een beetje gerubbeld randje. Gerubbeld stukje hoornvlies. Ik klink nu als een arts, dat ik weet waar ik het over heb. Heb ik helemaal niet. Het irriteert me. Ai, 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 vervelend. Ik hoop dat ik straks, als ik mijn mascara eraf haal en ik wrijf ze naar de binnenkant, dat het weggaat. Dat vind ik jawel. Het irriteert me nogal. Maar, ik had het over leuke dingen. Dat we bezig zijn met leuke dingen. Ik vind het leuk. Ik word gelukkig van dit allemaal. En ook al leven we vanuit dozen momenteel en tussendozen. De toekomst is looking bright. Het komt allemaal goed. Binnenkort meer. Is er een nieuw huis? Zo ja, hoe ziet het eruit? Binnenkort. Ja, alles daarover. Dus dat is nice. Sowieso natuurlijk. Ik word heel enthousiast van interior dingen. Nou ja, dit hele nieuwe huisproject. Dat ademt natuurlijk. Home accessoires kopen voor de meid.
Ik word er gewoon intens gelukkig van. Ook al zijn het lange dagen. Ik vind het een lekkere mojo zitten. Res ook. Houdt het overzicht. Af en toe dan vliegen we elkaar een beetje in de haren zo op de werkvloer. Ik hou van uitweiden. Hij houdt van doorpakken. Het is een wonder af en toe dat we zo goed kunnen samenwerken. Nou ja, soms is het ook niet zo goed. Maar het is in ieder geval altijd voor het doel waar we allemaal naartoe willen. Mooie, leuke dingen maken. En dat is waar wij zelf heel erg trots op zijn. We vinden dat we toffe dingen maken. We hebben plezier tijdens het maken. En dat is alles wat je wil in het leven. Toch? Doen wat je leuk vindt. Wat doen wij op het aanrecht? Nou ja, hij wil, dus als hij in zijn stoel zit, hij is echt al bezig hoor. Hij is echt wel bijna. Oh, nou. Als hij in zijn stoel zit, dan gaat meneer gewoon zo. Dus ik zet hem hier en dan heeft hij wat afleiding en dan opeens spuurt hij zijn mond open terwijl ik kijk. Ja, prima. Ja, maar het is toch vies. Is oké. Okay. Het is toch vies. Je neus past er niet in, dat zie je. Neem maar een hapje. Oh, yummy, yummy, yummy. Lekker dagje gaat jij? Hoe was het, kinderdagverblijf? Ze zeggen dat Nopie geen zin heeft in het eten daar. Die mensen zeggen, ja, hij is waarschijnlijk gewoon lekker eten gewend. Dus met specerijen en zout. Maar ze doen geen zout en dingen erin. Maar wij ook niet. Wij doen ook geen specerijen. Okay, kom maar, als een kind van... Nee, als hij groentehapjes eten... Oh, nee, wij doen niks. Oh, ze zegt, nou, daar wil ik niet echt. Maar je moet geduld hebben met hem. Ja, je moet geduld hebben. Excuse you. Is dit oké? Oké. Je bent het type, hè? Nou, ik laat Lulu even uit. Ga jij zo in bad? Kom maar. Laat zo. Kijk hem ook zo van, ik ben druk bezig. Ik heb hier, ik heb dit. Even kijken hoor, pap. Ik doe even net alsof ik jou niet zie. Je moet echt op een slinkse manier die hapjes naar binnen doen, yes, hè? Ja, je moet eigenlijk op het moment dat die lucht hap gewoon voor, om te ademen, is voor een hap. Schoenen op aanrecht. Dit is echt zo niet hoe we zijn. Nee, klopt. Maar ja, soms doe je even iets, maar hè? Maar het is ook niet zo dat deze baby loopt of zo. True. Dat is een mooi punt gemaakt. Zo. Jij denkt dat er niks in mijn oog zit, maar iets is going crazy. Nou, oké. Ik had wel... Alle collega's namen me niet heel serieus toen ik even dat zei, hoor. Van, ze valt wel mee. Maar ik voel echt... De Sahara wat laatst op de auto zat, dat zit nu op mijn ooglid. Gek, hè? Geen tv in huis. Ja. Maar dit werkt ook, hè, voor jou. Toch? Ja, maakt niet uit hoe groot het scherm is. De hypnose doet zijn werk wel. Hallo. Eng, hè? Wat tekenfilmpjes doen met kinderen. Vreselijk eng. Vroeger dacht je, wat leuk, even zitten, even relaxen. Maar ondertussen, vergif voor het brein. Nee, niet altijd. Maar het feit dat dit het effect heeft... Ik weet het niet of het dan altijd goed is. Ik doe dan net of het heel makkelijk is, geen tv aan. Maar er zijn oplossingen. Maar je moet er even doorheen. Als je kind eenmaal gewend is aan niet zoveel scherm, dan is hij of zij daaraan gewend. Of hen. Weet je wel? Dan is gewoon dat. Dan weet zo'n kindje gewoon. Oh, ik loop naar mijn blokjes, ik loop naar mijn dit. Want een tv is nou eenmaal een oplossing soms in nood. Soms is het ook gewoon leuk samen iets filmpje kijken. Maar vaak is het toch een klein soort van hypnose licht. Wat een uitwerking heeft op mensen en kinderen. En weten zelf hoe het is met schermpjes. Dus je knapt ze daar eigenlijk gewoon voor. Hier, kijk maar. Snap je? I don't judge. Ik doe ook dingen waar misschien een ander van denkt, zou ik niet doen. Maar soms is het van, als iemand anders zegt, je hebt gelijk. Ik merk dat. Een goede tip, je hebt gelijk. Even er doorheen, even eruit. Even veel extra andere dingen neerzetten. Hier, Lego, klei, doe je ding. Klei hoeft niet altijd. Geen vlek op je muur. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ik zet het even op pauze, jongens. Ik moet het even uitleggen. Voor iedereen die Love is Blind kent op Netflix, weet dat het een heel leuk, fijn, mooi, emotioneel, grappig, maar vooral een heel echt experiment is waar je dus dates om elkaar te zien. Ik kijk naar de Japanse versie. Deze mensen zijn zo anders in hun communiceren, zo anders in het uiten van hun emotie. Japanners, de deuren gaan open. Gaan ze giechelen? Dan lopen ze elkaar af, pakken ze elkaar handen vast. Of soms doen ze ook deze. Die van, moet ik langsje, links of rechts? Gewoon die awkwardness. En dan pakken ze elkaar. Die vrouw durft niet meer te kijken naar die man. Of die man niet meer naar die vrouw.
En dan zegt ze, oh, ik ben zo nerveus. Ze zijn socially eraf. Het is een serieus, zo'n andere manier van hoe zij met ongemak omgaan, om het zo maar te zeggen. Zij zijn ingetogen, denken na over hoe ze het zeggen. Net deed iemand een aanzoek en toen zei hij, en volgens mij toen ik op je pad kwam, toen begon het een beetje te komen. Niet door hem bedoelde, maar gewoon van toen begon je een beetje in je mojo te komen. En hij zegt, ik zou het geweldig vinden om met jou verder te zien groeien. Echt van die dingen dat je denkt, dit komt bijna uit een poëzie prentenboek op een tegel. Nou echt, deze mensen denken, nou voor het is als muziek klinkt. Ik ga er zo lekker op. Ik verwacht als we straks samenkomen, zal het dan ook hartstocht zijn? Ik denk wel dat deze mensen anders hun affectie en intimiteit tonen dan wat wij kennen. We zijn gewoon een stelletje ranzige, gehitsige types hoor, vergelijk je met dit. Echt, niemand zegt van, oh, maar zo blijf ik zag echt een lekker ding. Of ook gelukkig geen Engert. Maar gewoon echt zo van, ja, fijnere trekken dan dat ik had verwacht. Fijnere trekken? Wauw. Beleefd zijn deze mensen. Ik moet een keer naar Japan. Ik moet met die mensen zelf ook mingelen. Ik vind het helemaal leuk. Sowieso ben ik sushi fan for life. En ik heb begrepen alleen dat sushi daar eten heel iets anders is. Volgens mij komen er half levende tentakels nog uit zo'n rolletje rijst met zeewier uit. Maar dat zou daar wel een ding zijn. Sushi die wij hier eten is eigenlijk gewoon junkfood. Dus ik moet nog even om. Maar ik wil een keer het land zien en die mensen. Ik ga zo goed hierop. Kijk het, lieverds, kijk het. Goedemorgens, wereld. Is dit nou ijs? Zit er nou een laagje ijs op de auto's? Of is het... Meen je dit? Ik heb geen zin in krabbelietes, hoor. Krabbelietes, not today. Ja, Frank? 20 keer 20? Ja? Is 400. Wat goed! Je bent echt lekker bezig, vriend. Nou, neem nog maar 20 keer 20 zoveel hapjes en je bord leeg. Toppie. Oké. Mag 400 hapjes doen. Start climate control. Yep. Dat betekent... Nee, alsjeblieft. Nee. Dat betekent dat die auto warm is als wij onze billetjes erin planten. Niet miepen nou. Hallo. Goeiedag. Hoe lig jij nou weer precies op het laatste stukje diagonaal? Snot op de bovenlip. Handje. Heb je ook snot in het einde van je gezicht? Er gaat heel veel mis. Zal ik hem maar even pakken dan? Huppatee, open the gates. Nou, je gaf me precies genoeg tijd om mijn haar en make-up te doen. Ik ben er. Wat zeg je allemaal? Heb je trek in een broodje? Ik kom eraan. We hebben een loper. Hij wil lopen de hele tijd. Dus ik ga hem even laten lopen. Ja, ik kom weer bij je. Lopen maar dan zelf naar de badkamer, hè? Ja, dit vind je helemaal geweldig, hè? Met die beentjes bij je. Ja, uit de plaats. Woe! Etje, ja, gaat goed, hoor. Goeie stappen. Flinke stappen. Oeh, grote stappen, snel thuis. Yeah, yeah. Toch bijzonder dat een baby na een douche en een beetje eten en een beetje spelen meteen gaat lopen miepen en moet slapen, want groeien. En als iets doet wat Novi is, als er iets is wat Novi doet, dan is het juist in de breedte. Lengte komt waarschijnlijk op een gegeven moment ook, trekt zeg maar het hele spekkige gedeelte weer in verhouding. Vandaag staat weer een teken van inpakken. U weet dat sommige mensen dit voor een beroep doen, hè? Inpakken organiseren. Zou dat iets voor u zijn? Dat weet ik toch. Hè? Sommige mensen doen het voor hun werk. Ja. Organiseren. Professional organizer. Zou je dat niet leuk vinden? Jawel. Ik weet niet. Ik weet niet of ze dat forever leuk vindt. Iedere dag. Nou, ik vind het wel leuk. Maar ik wil het kunnen doen wanneer ik het wil. Precies, dat zeg ik niet iedere dag. Iedere dag in andermans kasten. Iedere dag in andermans meuk. Letterlijk, hè? Als ik bij iemand thuis kom. En u ziet dat het troep is? Ik kijk gewoon, dan denk ik van, dat het zo, kan het ook zo doen, als je dat zo pakt. En dan, altijd. Dan kijk, als ik doe dat dus. Zie dat ik denk van, rommelig. Dat zou ik doe dat qua styling.
Dan kijk ik, als ik qua styling en inrichting, dan denk ik, ja, leuk, maar alles staat tegen de muur aan. Ik zou even, Maar ik zeg dat nooit, want het is ook bij de hand, toch? Nee, je zegt het niet. Dan ga je weer lekker rest, hè? Stories, hè? Oh, is het opgevallen? Rest is het helemaal in zijn grama. Rest. Ja. Er zijn een paar dingen essentieel tijdens het inpakken. Jouw mobiel moet weg. Geen afleiding. Want anders staat hij alleen maar zo. Ja, en dan is dit. Je bent namelijk een, niet geschikt. Nee. Eigenlijk. Eigenlijk is je. Jij. Leg maar weg. Het is al wat. Inpak moet er ook gegeten worden. Ja. The things you like the most. Purr. Hoe kun je zo blij zijn met het eten? Novi. Jackje. Wij eten. Uiteraard alles gestaafmixt. Het is een rijstje met een. Deze groente had Brianna gisteren gemaakt. Volgens mij is dit een kleine bladgroente. Ik weet niet, iets. Dagoeblad. Of. Ik heb geen idee. Ze had het gemaakt, ik heb het opgewarmd en ik ben helemaal blij. Jij ook? Voedsel. Mama, je weet dat ik van je hou. Maar ik hou nog meer van eten. Kusje? Precies. Dat bedoel ik. Voedsel, stap nummer 1. Nee, Lou. Nee, Lou. Eruit. Ik snap het. Het is jouw dingetje. Wat gebeurt er? Wat was je aan het doen? HelloFresh. Oh, er zit HelloFresh aan het proppen. Ja. In de... Hij was goed bezig vandaag. Ja, Res, en props voor je hulp en dat je ons hebt laten gaan. Hoezo voor zijn hulp is zijn huis? Ik wou net zeggen, het is voor mijn eigen huis. Maar goed dat je er was. Want je was er ook een paar dagen niet, om het zo maar te zeggen. Hè? En ook schouderklapje voor jezelf. Voor ons en voor u natuurlijk weer. Hè? Ook al doet u het voor uzelf. Deels. Ja, dit is de laatste kast. Dan zijn we... Oeh! En dan nog de keuken, dan zijn we echt. Ik denk dat voor moeder die ideale date voor moeder is, denk ik, met een man samen inpakken en planning maken. Ach wel, nee. Wat moet ik met een man inpakken en planning in maken? In lingerie. Dat is een ideale date, mama. Oh, in lingerie misschien wel. Ja, in lingerie. Zal ik dit even voor je oppakken? Ik buk wel even. Gaat u binnenkort weer daten? Oh, trouwens, Nienke en ik moeten u. Brianna, Elvira vragen op jullie, in hoeverre sta je open voor een dateformat? Lekker daten. Nee, ik hoef niet op tv. Nee, dat is YouTube. Dat is heel iets anders. Heel ander publiek. Heel... Nee, maar dat is leuk, want dan kan zeg maar iedereen zien hoe hartstochtelijk... Doe maar mensen in de comments handjes omhoog. Handjes omhoog, die sowieso gaat kijken naar het dateprogramma waar Elvira, Brianna en Henna, alle drie, aan de man worden gebracht door ons. En natuurlijk een heel betrouwbaar panel van al uw vrienden die mee kunnen... Waarom noem je Brianna's naam? Nou ja, die hoeft even niet. Die kan in de pauze. Weet je, die maar dan u en Ellie. U en Ellie wel. Ik hoef niet op tv. Nee? En YouTube. Ik hoef ook niet op YouTube. Maar wilt u nou liefde of wilt u, wat wilt u nou? Ja, maar die hoef je niet aan. Die kan je ook gewoon vinden. Toch? Oh ja, want dat is gelukt natuurlijk. Ja. Nee, dus dat... Ik heb er niet in geïnvesteerd. Oh, het zit hem... Oh, het zit hem daarin. Nee, is goed. Dan weten we het. Dus als er iemand nu kijkt en die denkt... ik heb een leuke vader, broeder, buurman... Het is een leuke vrouw die Henna Velter. Het is een leuk, het is op handen. Een groot, lekker, leuk cadeautje erbij. Altijd lol met die meid. Altijd lachen. Ze verkoopt zichzelf wel goed. Ja, zeker. Dus ja, maar ja, je moeder is... ik denk dat ze toch stiekem wil ze ook wel gewoon echt bemind worden. Niet stiekem. Ze wil bemind worden. Maar ik denk als je zo'n sterke vrouw ziet, dat je denkt, misschien is het too much for me. Maar mannen, mocht je nu kijken, wees sterk. Til er direct op, gooi er over je schouder. En huppakee die trap erop. Die trap op. Ja, gooi erover een zadel en spring erop. Het lijkt half op een ontvoering nu. Maar passie. Ik kijk ook een tijdje naar deze doos. Ik doe precies niks. Kent u dat je zo staat en je draalt? Ik doe dit wel weg, de camera. Ik moet door. Nee, dat
Nee! Zie je, dit ding moet... Dit is operas. Maar dat ze dit zo maken. Nee, dit moet niet mee. Dit is kapot. Dit maakt net zo'n geluid alsof je in een stenen muur aan het boren bent. Dit nemen we niet mee naar uw huis. Don't worry. Ik denk dat hij stuk is, als ik heel eerlijk ben. Hij is stuk. Oh, is dat? Volgens mij is ook de vriezer een tijdje open. Ik vind dat irritant, hè? Ik vind het irritant, ik moet zo lang de vriezer openlaten. Ja, maar het is ook energie, toch? Ja. Als je een elektrische auto en laat de vriezer open staan. Echt. Kijk hoe je bent. Ja, je moet van A naar B kunnen. Vind ik? Over oceaan.